Ik heb jullie al vaker verteld wat mijn droom is voor onze partij. En dat is dat we de partij teruggeven aan de leden. Minder in Den Haag en minder in die vergaderkamertjes, maar lokaal centraal. Want ik weet als geen ander dat onze partij lokaal bruist. Daar gebeurt het. Daar organiseren jullie als onze leden leuke bijeenkomsten. Lokaal voeren jullie de discussies over de toekomst van Nederland. Lokaal scouten jullie ons toekomstige talent. Maar lokaal worden ook die leuke borrels georganiseerd. En daar ben ik trots op alles wat we juist lokaal doen in de haarvaten van onze partij. De afgelopen periode heb ik er mij hard voor gemaakt om juist dit mogelijk te maken. De leden centraal. Bijvoorbeeld het verkiezingsprogramma. Normaal zouden we dat schrijven met een commissie in een kamer met de rug naar de leden. En dat wilde ik nou juist veranderen. En daarom heb ik die commissie gevraagd om juist het programma samen met de leden te schrijven. Om het land in te trekken. Om met de leden in gesprek te zijn over de toekomst van Nederland. En hoe ons nieuwe verkiezingsprogramma eruit komt te zien. En er hebben zo ontzettend veel leden meegedaan, dat ik zeker weet dat dit is gelukt. Maar ook op andere terreinen zetten we hele mooie stappen met elkaar. Bijvoorbeeld die dat de masterclasses en bijvoorbeeld de kadertraining worden overspoeld met aanmeldingen van nieuw talent. En bijvoorbeeld ledenwerving, waarop wij zo inzetten vanuit ons partijbureau in Den Haag. En wat we samen met jullie doen, want ook lokaal werven jullie nieuwe leden. En ik zie dat dat steeds beter gaat. In Den Haag staan alle seinen op groen. Maar ik kan dit niet alleen. Ik heb echt jullie hulp hierbij nodig. Omdat we samen zoveel meer kunnen. Samen kunnen wij ervoor zorgen dat de VVD blijft bruisen. Samen kunnen wij ervoor zorgen dat we nieuwe talenten scouten. Samen kunnen we er ook voor zorgen dat we nieuwe leden blijven werven. Zodat wij een nog veel bredere volkspartij worden. Want dat is mijn droom. We gaan dit samen doen. Dus als je nou een goed idee hebt, laat van je horen. Of het nou een goed idee is voor een gaaf evenement, hoe we verkiezingen gaan winnen. Of leuke ideeën voor ledenwerving, laat van je horen. Meld je bij ons. Ik reken echt op jullie. Dames en heren, Christiane van der Wal. Ja, dank Frank. Jeetje, jongens, wat was ik graag gewoon bij jullie geweest in Nijmegen. Zodat we met elkaar in het bekende VVD-zaaltje gewoon met elkaar in gesprek hadden kunnen gaan. Ik ben natuurlijk al eerder bij jullie geweest, 3 jaar geleden. Dat was ook al zo'n leuke avond. Dus ik had juist ook heel veel zin gehad om echt, elkaar echt te treffen. Maar dat kan nou eenmaal niet. En wat is het dan fijn dat we wel gewoon deze digitale mogelijkheden hebben. En dat jullie bereid waren om dan deze roadshow in Nijmegen op deze manier te hosten. Dus dank jullie wel daarvoor. Ik ga heel graag in gesprek met jullie. Ik zei het al in het filmpje, die is natuurlijk wat algemener. Maar we hebben het ook echt gezegd in het hoofdbestuur 2 jaar geleden. Lokaal centraal en leden centraal. Dat betekent dat alles wat wij beslissen, wij onszelf deze vraag stellen. Wat hebben de leden hier aan en hoe versterken wij hiermee onze lokale netwerken? En dat kan niet zonder jullie. Jullie zijn inderdaad de ruggengraat van onze partij. De VVD is helemaal niets zonder leden, dan zijn we slechts een logo. Nou, en daarom ben ik zo blij om dan ook deze roadshow op deze manier te kunnen doen. Om ook echt met jullie het gesprek over onze mooie partijen te voeren. Het gaat over integriteit, het gaat over het winnen van verkiezingen. Ook de gemeenteraadsverkiezingen die er alweer aan gaan komen. We gaan het hebben over onze bruisende vereniging en hoe houden we de energie lekker in. We gaan het hebben over permanente zichtbaarheid en hoe we vooral in beweging blijven naar die brede volkspartij die we willen. Ja. Dus ik kijk heel erg uit naar vanavond en ik ben heel benieuwd naar al jullie vragen. Christiane, dankjewel. Dan gaan we vanavond eerst naar de host van ons netwerk van Rijk van Nijmegen, Chantal Doedens, de voorzitter van het lokale netwerk. Ik ga jou geluid geven. Dus wat nu? Ja, als het goed is, ben ik niet te horen. Ja. Hi. Ja, super fijn, Christiane, dat jij vanavond bij ons wil zijn. Het gevoel is geheel wederzijds dat we natuurlijk het liever anders hadden gezien
leuk en fysiek en echt bij elkaar komen. En we hadden die plannen daarvoor, geloof ik, ergens een datum in maart of zo. Dat was een van de eerste data die helaas niet door kon gaan, maar het is niet anders. Dus dit is denk ik een heel mooi alternatief. En ik ben ook heel benieuwd en we delen graag met iedereen hier onze ideeën en plannen ook. Dus ik denk dat we hartstikke goed bezig zijn, al veel doen, maar zeker dat we nog een tandje bij moeten gaan zetten voor de komende verkiezingen en voor de komende periode. Dat doen we gelukkig, wat mij betreft, ook echt met hele goede en leuke mensen in ons netwerk. Nieuwe leden. Die we allemaal persoonlijk benaderen. En wat mij altijd opvalt, want dat doe ik namelijk altijd zelf. Met elk nieuw lid neem ik contact op. En dat mensen om het heel uiteenlopende redenen eigenlijk lid worden van de VVD. En dat is ook zo leuk om te horen. Hè? Dus mensen worden lid omdat ze lokaal politiek actief willen worden. Of omdat ze meer op landelijke thema's georiënteerd zijn. Of soms zeggen ze ook gewoon, ja, fijn dat je contact opneemt. Maar eigenlijk wil verder eigenlijk helemaal niks, behalve gewoon achter de schermen de VVD steunen. En dat is natuurlijk hartstikke mooi. Dus ik probeer, en wij proberen ook altijd uit te stralen aan iedereen, van ja, je bent welkom en kijk wat bij je past binnen onze partij, want er is eigenlijk zoveel mogelijk. Dus heel benieuwd voor het gesprek vanavond. En in ieder geval wil ik nog even de gelegenheid grijpen om Jan Keunen te feliciteren, die ook in deze meeting zit. En die vorige week is benoemd in de Eerste Kamer. Iedereen doet een virtueel applaus. Dus Jan, ook bij deze. We hopen je in ieder geval nog echt voor Rijk van Nijmegen ook te behouden. En we wensen je superveel succes natuurlijk in je belangrijke werk in de Eerste Kamer. Oké, ontzettend bedankt Chantal. En ik blijf zeker nauw betrokken bij Rijk van Nijmegen. Dus daar kun je van uitgaan. Ja, top. Ja, Chantal, super dankjewel voor je. Voor je bijdrage. We gaan nu naar het eerste onderwerp. Dat is integriteit en daar heeft Sjoerd Potters wat over te zeggen. Beste VVD'ers, mijn naam is Sjoerd Potters en in het dagelijks leven ben ik burgemeester van de gemeente De Bilt. Daarnaast ben ik voorzitter van de dilemmacommissie van de VVD. En de dilemmacommissie van de VVD houdt zich voornamelijk bezig met het thema integriteit. En waarom is integriteit nou zo belangrijk? Als bestuurder of als politicus maak je soms moeilijke keuzes die heel veel mensen direct in hun leven raken. En voor onze inwoners is het dan ontzettend belangrijk dat ze kunnen vertrouwen op bestuurders die door en door integer zijn. Het gaat dan over transparantie, het gaat over zelfreflectie en het gaat ook over uitleggen van de keuzes die je maakt en waar je persoonlijke belangen bij zitten. Als de Dilemmacommissie willen wij bestuurders, soms ook jonge bestuurders, graag helpen om moeilijke keuzes voor jezelf beter te kunnen nemen. Want sommige keuzes zijn niet altijd zo zwart-wit. En soms heb je een persoonlijk dilemma wat je graag bij iemand kwijt zou willen. Als Dilemmacommissie gaan we in vertrouwen met dit soort vragen om en willen we jullie graag verder helpen om uiteindelijk de beste keuze voor jezelf en de VVD te maken. We zullen het thema integriteit de komende tijd dan ook meer voor het voetlicht gaan brengen. En dat betekent dat we bij de trainingen voor de gemeenteraadsleden nadrukkelijk een rol zullen gaan vervullen. We komen dus ook als Dilemmacommissie naar jullie toe. Maar nog belangrijker is het misschien wel dat het thema integriteit bespreekbaar blijft, dat je met je collega's over hebt en dat als je een vraag hebt, je op tijd aan de bel trekt. We werken op vertrouwelijke basis en we kunnen heel veel mensen de afgelopen tijd al helpen om voor zichzelf en voor de VVD de goede keuze te maken. Dus ik zou zeggen, tot ziens en hou het thema integriteit levend binnen onze partij. Ja, Christianne, belangrijk onderwerp volgens mij. Ook een van jouw speerpunten als voorzitter. Wellicht kun je daar wat meer over vertellen. Ja, natuurlijk. Hoewel Sjoerd het al prachtig verwoord, moet ik zeggen. Nee jongens, we zijn een vrijwilligersclub, maar we zijn ook een professionele club. En bij een professionele organisatie hoort gewoon dat integriteit een thema is. Wat er altijd is. En wat ik ook een heel positief thema vind. Ik denk dat het heel normaal is als je werkzaam bent in de politiek, of dat nou op vrijwillige basis is of op bezoldigde basis, dat doet er niet toe. Dat je je vergewist van het feit in wat voor positie je begeeft. En dat je altijd op een integere manier moet handelen. Nou, dat gezien het aantal integriteitsgevallen bij de VVD duidelijk nog aan kracht winnen.
Daarom hebben we ook gezegd, van, ja, we beginnen ermee om dit thema gewoon als positief thema te benoemen. En op een positieve manier altijd te bespreken met onze leden. Dat is stap 1. Om met elkaar maar te werken aan een moreel kompas. En daarmee bedoel ik niks anders dan iedere stap die we zetten, die je zet, die ik zet, die je over nadenkt van houdt dit in de media? Is dit integer? Wat vind ik er nou eigenlijk zelf van? Kan ik het uitleggen aan mijn buurman? Dit soort vragen. Dat heeft puur met bewustwording te maken. En daar zijn we natuurlijk heel erg mee begonnen drie jaar geleden. En de eerste resultaten zien we nu ook. Maar tegelijkertijd zag ik ook van als ik de integriteitskwesties analyseerde, hadden we heel veel kunnen voorkomen. Want heel veel integriteitskwesties die bij de integriteitscommissie belanden, zijn initieel helemaal geen voortvloeisel uit niet-integer gedrag. En hadden we echt heel makkelijk kunnen voorkomen met elkaar. Nou, daarvoor hebben we de dilemma-commissie opgericht. Daar heb ik Sjoerd gevraagd om die kar te trekken. En dat doet hij fantastisch. En we hebben gewoon door de dilemma-commissie is het aantal integriteitsonderzoeken door de integriteitscommissie, wanneer het leed dus al is geschied, is echt substantieel afgenomen. Het aantal dilemma's wat besproken is, wat had kunnen uitmonden in een integriteitskwestie, vorig jaar geloof ik 20 stuks al. En dat vind ik fors en dat vind ik ook heel mooi. Ik heb het zelf ook ervaren toen ik wethouder was in Harderwijk. En mijn man is inmiddels nu wel aan het bouwen, maar die wilde toen grond kopen op het bedrijventerrein om zijn bedrijf te bouwen. Zijn we dan niet integer bezig? Zijn we dan niet integere mensen? Nee, absoluut niet. Maar ik miste op dat moment wel een plek met wie ik even kon sparren van op wat voor manier kunnen we dit nou organiseren? Nou, ik heb zelf besloten dat we het niet hebben aangedurfd en hebben we die stap ook gewoon niet gezet. Maar ik miste dat echt. En daar is het idee voor die dilemma-commissie ontstaan. Van als ik toch op dat moment gewoon een nummer zou hebben met wie je even in alle vertrouwelijkheid kunt sparren, dan kan dat gewoon heel veel leed voorkomen. Nou, we moeten er wel, en dat zegt Sjoerd, heel goed met elkaar aan blijven werken. Dus ik hoop dat heel veel fracties continu een paar keer per jaar gewoon wat dilemma's met elkaar bespreken. Maar we gaan ook weer kijken of we vanuit de HAYA digitale trainingen kunnen organiseren voor jullie. Die gaan over integriteitsdilemma's. Om maar op die positieve manier met dit thema te bezig. Ja, Christiane, dankjewel. Er is een vraag / opmerking van Inge van Dijk. En die ga ik even vragen om te unmuten. En ik breng je naar voren. Inge. Hey, wat leuk, Inge. Hi, Christiane. Hi. Als je bent op deze manier, maar wel fijn. Christiane, ik heb een vraag. Integriteit is natuurlijk een heel belangrijk issue. En in 2018 hebben we gezien dat we iedereen die op de lokale kieslijst wilde, hebben we gevraagd om een VOG aan te leveren. We hebben toen gemerkt dat een aantal mensen dat toch wel een stap vinden, omdat er ook wel kosten aan verbonden zijn. Ik vind een VOG een heel goed middel. Ik vind ook dat we dat moeten vragen. Maar het moet volgens mij geen belemmering zijn voor mensen die kosten niet kunnen maken. Dus mijn vraag is, gaan we dat weer doen? Daar zou ik voor zijn. Maar als we dat dan weer gaan doen, komt er dan eventueel ook een financiële tegemoetkoming vanuit de partij voor die mensen? Want ik denk dat wij daarmee wel als VVD ook uitstralen. Hey, wij willen ook echt gewoon dat iedereen van onbesproken gedrag is. En daar staan wij voor. Ja, absoluut. Die VOG is het minste. Waar we ook nog verder in kunnen en gaan professionaliseren is gewoon de goede Google searches en noem maar op. Want jongens, laten we niet naïef zijn richting die lijst. En dat zal ook absoluut bij de winnende lijst aan bod komen. Laten we niet naïef zijn over ondermijnende criminaliteit. Daar waar de onderwereld via onze lijst de bovenwereld probeert te bereiken. Mensen hebben zich dan vaak nu al aangemeld en wij tuinen er gewoon in. We hebben de eerste voorbeelden al. Vraag maar na bij wat burgemeesters. Nog niet de signalen via onze partij. Maar ja, als er nieuwe kandidaten zijn die niemand kent, moeten we echt extra alert zijn. Juist op die ondermijnende criminaliteit. Want het is levensgevaarlijk wat er gebeurt. Dus die VOG, die vind ik voor iedereen hartstikke belangrijk. Op welke plek je ook staat. Maar wij hebben in de volle breedte maatwerk. We zijn ook een mensenpartij. En daar hoort ook wat warmte bij. En we hebben ook gewoon een aantal leden die moeite hebben met het toegangskaartje voor een festival of wat dan ook. En die hebben we heel goed in het snotje.
daar hebben wij altijd, dat noem ik maar, maatwerk voor. De penningmeester is hard op de inhoud, maar zacht op de mensen. En kijkt daar altijd naar. Dus als dat echt een belemmering is, die paar tientjes, dan moeten we gewoon met elkaar kijken hoe we dat kunnen oplossen. Als die VOG er maar komt, omdat anders dit wordt misbruikt om de VOG niet te hoeven overhandigen. En dan gaan pas echt alarmbellen rinkelen, wat mij betreft. Nou, het lijkt me een helder antwoord en meteen een mooie brug ook naar het volgende onderwerp. En dat is de gemeenteraadsverkiezingen van 2022. Daar heeft Marjolein Bergman wat over te zeggen. Hey, dankjewel, Christiane. Ontzettend fijn dat ik even wat mag vertellen over de winnende lijst. Want daar gaan we dit najaar weer mee van start. Nou, voor wie is de winnende lijst bedoeld? Die is bedoeld voor iedereen die betrokken is bij de kandidaatstelling. Dus dat kan zijn de voorzitter van het lokale netwerk of bijvoorbeeld leden van de kandidaatstellingscommissie. Nou, je kunt hem organiseren door hem per netwerk of bijvoorbeeld van een cluster van netwerken te organiseren. Het is wel heel erg belangrijk om het samen te doen, want daarmee inspireer je elkaar. Je kunt van elkaar leren. Je kunt bijvoorbeeld reflecteren op de vorige keer. Wat ging er toen goed en wat kan er wellicht beter? Nou, zo'n bijeenkomst is digitaal en duurt ongeveer 1,5 uur. Wat komt er in die 1,5 uur nou aan bod? Nou, om te beginnen de winnende procedure. Dus het tijdspad, we gaan het hebben over het kaderstellend advies en met welk profiel zo'n commissie zo dadelijk gaat werken. We gaan het ook hebben over de commissie zelf. Want wat is nou de beste samenstelling van zo'n commissie? En hoe werkt die bijvoorbeeld samen met het bestuur en de fractievoorzitter? En natuurlijk gaan we het hebben over de winnende kandidaten. Want hoe krijgen we nou op die lijst een optimale mix van mensen? Waarna ga je bijvoorbeeld spreken met de zittende kandidaten? En ga je nog specifiek op zoek naar nieuwe kandidaten? Gaan we dit team ook nog trainen? Welke trainingen horen daar dan bij? Want ja, alles is er natuurlijk op gericht om een winnende lijst te creëren voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2022. Ik raad jullie echt aan om hier op tijd mee te beginnen, zodat we nog in alle rust dit goed kunnen regelen. En ja, ik weet zelf hoe belangrijk dat is, want ook hier in Zeeland, in Middelburg, zijn we al over aan het nadenken hoe we die procedure gaan inrichten. En we gaan de training hier dan ook zeker aanvragen. Fijne avond nog allemaal. Ja, Marjolein, dankjewel. Belangrijk onderwerp. Ik heb dat net al in de chat gezegd door Marijke Neutgens. Dat de winnende lijst al 4 keer wordt aangeboden in de regio Oost. Dus wat dat betreft zijn ze er bekend mee. Maar er zijn er misschien nog een paar die het nog niet gehad hebben. Dus Christiane, brand los over dit belangrijke onderwerp. Nou, fantastisch als die al een paar keer is aangevraagd. Want dat is precies wat ik in ieder geval wil horen. Marjolein is natuurlijk het hoofdbestuur voor HAYA en Talent. Die doet dat fantastisch. En die trekt de strijden door de hele vereniging om maar iedereen mee te laten doen aan de winnende lijst. Maar het is echt belangrijk. En wat vooral belangrijk is dat we nu beginnen. En nu al beginnen in alle lokale netwerken om na te denken van oké, waar staan we? Wie zitten er nu in de gemeenteraden? Hoe doen ze het? We hebben onlangs, afgelopen maandagavond, vorige week hebben wij in het hoofdbestuur de kaderstellend advies en alles weer vastgesteld richting de gemeenteraadsverkiezingen. Waar we ook echt weer hebben aangescherpt. Wat we nu ook voor de Tweede Kamerlijst doen. Als je 8 jaar erin zit, 2 periodes, stel je jezelf niet meer kandidaat. En dan vraagt de partij jou als de partij je nodig heeft. En dat doen we natuurlijk niet voor niets. Want de voorbeelden, en dat zal hier minder het geval zijn. Maar we hebben echt in het land breed de voorbeelden. Waar de fractievoorzitter na 16 jaar toch zegt, ik doe nog een rondje mee. En dat willen we echt doorbreken, want het cruciaal is voor de hele partij dat juist dat nieuwe jonge talent, dat hoeft niet nieuw en jong talent in leeftijd te zijn, het kan van alle leeftijden zijn, maar wel dat ontwikkelperspectief hebben op die doorstroming. Tegelijkertijd willen we natuurlijk ook niet meemaken dat we alle goede kandidaten na 8 jaar danken voor hun diensten en zo over de schutting kieperen. Dat is absoluut niet de bedoeling, maar wat ik hier wel mee wil bereiken is dat we sturen of de commissies samen met de lokale netwerkbesturen gewoon heel goed nadenken over gaan we inderdaad door met de mensen die er al 8 jaar in zitten. De lat ligt gewoon dan iets hoger. En nou, dat
lijkt me lijkt me ook heel gezond, moet ik zeggen. En in de praktijk zullen er dan echt wel heel veel ook gewoon door kunnen. Nee, en het is echt belangrijk om nu al bezig te zijn met welke mensen, welke leden willen eventueel op de lijst. In wie zien wij die nieuwe talenten die weer of als hoge nieuwkomer of als backbencher in een nieuwe fractie zich kunnen gaan ontwikkelen. En dan is volgend jaar starten is echt te laat. Daar zit natuurlijk mijn angst en ook de angst van Marjolein dat we daar niet vroeg genoeg mee beginnen. Dat is ook echt mijn oproep. Begin nu. Ik denk nu al na over wie kennen we, wie op de lijst zou willen. Zodat mensen ook echt dan bijvoorbeeld een halfjaartje of een jaartje kunnen gaan meedraaien met de fractie. En noem maar op. Wij gaan dat vanuit het hoofdbestuur ook helemaal begeleiden. Samen met de regio's. In jullie geval regio Oost. Maar er zitten ook mensen uit Zuid, hè? En regio Zuid. Maar dat gaan we helemaal samen begeleiden. Dus er komen weer roadshows met leidraden, met stappen die moeten worden gezet. De procedures worden uitgelegd. Dat komt er allemaal aan om jullie te kunnen ondersteunen. Want we hebben natuurlijk de vorige ronde gezien dat juist op jullie bordje van de lokale netwerken zo ontzettend veel ligt. Als je meerdere lijsten moet opleveren per lokaal netwerk. Dat is een enorme kluif. Dus daar gaan we en komen we bij helpen, samen met de regio. Ja, dat is meteen ook er was een vanmiddag al een vraag ingediend vanuit Woerden. Niet helemaal aan deze regio, maar wel aan jou gericht. Die vroegen zich af, want die hebben nu op 25 november een AOV gepland, waarin ze een aangepaste kaderstellend document van 2018 gaan aannemen. En de vraag dus, die heb je net al een beetje beantwoord, komt er een nieuwe? Ja, er komt een nieuwe en ik vind het ook vroeg. Om dat nu al te doen. Ik zou eerst eens zelf gaan nadenken, wat hebben we nodig? En waar willen we naartoe? En dan pas het sausje van het kaderstellend advies eroverheen te krijgen. Hiervoor hebben we echt een procedure en daarvoor komen we bij jullie langs. Nogmaals, eerste kwartaal volgend jaar. En die procedure gaat echt uit van een eerste AOV in juni voor de lokale netwerken waar het kaderstellend advies wordt vastgesteld. Mijn advies is natuurlijk altijd om die procedures gewoon te volgen en daar zo weinig mogelijk van af te wijken. Nou, kunnen we in ieder geval concluderen dat Woerden er heel veel zin in heeft. Ja, dit is wel proactief. Dat is hartstikke goed natuurlijk. Maar... Precies. Nou ja, dus dat is in ieder geval fijn om te weten. Dus Q1 kunnen we verwachten dat de molen gaat lopen voor de gemeenteraadsverkiezingen. Dat is in ieder geval prettig om te weten. En dan brengt ons naar het volgende onderwerp. Oh, Frank, sorry. En ook het besef dat de komende verkiezingen... Waar we natuurlijk met elkaar, ik hoop niet te veel digitaal, maar ook wel echt campagne gaan voeren en er alles aan gaan doen om die verkiezingen glansrijk te gaan winnen. Dat is ook echt de opmaat naar de gemeenteraadsverkiezingen. Hè. Zo zien wij ze, het hoofdbestuur in ieder geval echt. Iedere euro die wij nu ook besteden aan de verkiezingen, zijn ook een investering in de gemeenteraadsverkiezingen. Ja, nou, dat is een mooie toevoeging. Er wordt nu net nog op de valreep, ik wil dan naar het volgende onderwerp gaan, een vraag gesteld door Chantal. Ik geef jou even geluid en weer beeld, zodat je hem zelf kan stellen. Ja, op de valreep. We zijn vanuit het bestuur in ieder geval, hebben we ook aangeboden aan zittende raadsleden om met ons in gesprek te gaan. Dus wij gaan graag, zoals een soort voortgangsgesprek, waar sta je nu, waar wil je heen, wat is je ambitie, wat wil je qua opleiding, hoe kunnen we dat steunen, juist om ook een beetje gedurende deze periode voeling te houden. En dat wordt eigenlijk best wel goed gewaardeerd, hartstikke fijn. Ik denk wel een uitdaging is, en dat hoor ik ook wel terug, is met name vanuit onze kleinere gemeenten in het netwerk, die eigenlijk gewoon worstelen met de vraag van, hoe trekken we eigenlijk ook goede potentiële raadsleden aan? Vaak is het een klein en dedicated clubje wat heel hard werkt, maar hoe werf je eigenlijk, of hoe betrek je ook potentiële nieuwe mensen daarbij? Dus ik ben ook gewoon benieuwd of jij in het land daar goede voorbeelden van bent tegengekomen. Ja, dat is een hele, hele goede vraag. En wat goed dat jullie die voortgangsgesprekken doen. Want het kan natuurlijk niet zo zijn dat een raadslid rondom de kandidaatstelling te horen krijgt, joh, dat was de afgelopen jaar toch niet zo best. Zonder dat hij de kans heeft gehad om zichzelf te ontwikkelen op die punten.
Dus dat vind ik zo echt complimenten daarvoor. Ja, er zijn heel veel voorbeelden in het land. En ik vind ook dat we die voorbeelden gewoon veel beter met elkaar moeten delen. Daarvoor hebben we ook de doeners, daarom hebben we ook Lokaal Centraal. Onder andere via Koen en Frank, om juist die goede voorbeelden met elkaar te delen. Ja, er zijn lokale netwerken die plaatsen echt personeelsadvertenties. Wil je raadslid worden, kom langs. Maar er zijn ook lokale netwerken die gewoon zichzelf verplichten om iedere keer weer 5 mensen uit het netwerk te nodigen voor een gesprek. Om te vragen of ze betrokken willen zijn bij de VVD richting de verkiezingen. En dat kan zijn als raadslid, dat kan zijn als campagneondersteuning, dat kan zijn als ambassadeur, dat kan zijn als heel veel. Maar dat is wel waar ik heel erg in geloof, nabijheid. En we kunnen heel veel betekenen, ook in de ondersteuning. Maar uiteindelijk, jullie zijn Lokaal Centraal. Jullie staan tussen de mensen in je eigen gemeente. En uiteindelijk werkt het toch zo, is gewoon een tikje op je schouder. Van, hé, is dat iets voor jou? En dat is wel de manier waarvan ik weet dat een aantal kleinere gemeenten dat in 2018 hebben opgelost. Ik heb zelf in Harderwijk, hadden wij ook dat punt, heb ik als wethouder destijds, heb ik een paar keer gedaan, gewoon via social media, een bakkie doen met de wethouder en een dagje meelopen met de wethouder. En daar komen echt mensen die politiek geïnteresseerd zijn en dat leuk vinden om eens in de krochten van een stadhuis te mogen kijken, achter de schermen, die trigger je daar wel mee. En daarvan hebben we er nu toch 3 in Harderwijk politiek actief gekregen. Dat zijn allemaal van die voorbeelden. Die we inderdaad met elkaar moeten delen om elkaar te inspireren. De mensen zijn er wel, maar je moet ze wel echt nodigen vaak. Ja, Christiane, dankjewel. Ja, ik wil daarbij de oproep doen. Word vooral lid van de Facebook van Lokaal Centraal. Daar komt binnenkort meer informatie over een voorbeeld wat we hebben gehad in de VVD Halderbergen. Die hebben dus een campagne gedraaid op Facebook, lokaal. Die hebben daar 28 nieuwe leden mee binnengehaald op een aantal van meer dan, of nou, rond de 60. Dus dat is echt fenomenaal. Maar wel met de incentive van word actief, word raadslid, loop mee met een wethouder. Daar gaan we in Q1 van 2021 op terugkomen, maar word vooral lid van de Facebookpage. Want daar worden dat soort dingen in gedeeld. We gaan het nu testen met 5 gemeenten die zich daarvoor hebben aangemeld. En zodra de testresultaten bekend zijn, dan gaan we die natuurlijk met jullie allemaal delen. En er zijn nog wat andere vragen. Jan Keunen, ik ga jou even het woord geven. Ja, is dat? Voordat mensen nou denken, ze feliciteert Jan niet, maar ik heb hem al gefeliciteerd. Ja, nee, zeker. Ik wil er nog aan toevoegen. Aan mij zie je ook heel goed wat voor kansen de VVD je biedt om je te ontwikkelen. Het is natuurlijk ook geweldig dat de partij het vertrouwen geeft om zo'n traject door te mogen gaan, wat dan uiteindelijk bekroond wordt met het lidmaatschap van de Eerste Kamer. Maar mijn vraag was, Christian, je hoort nogal eens van nieuwe mensen dat ze het lidmaatschap zo duur vinden van de VVD. En als ik dan informeer bij mijn dochter, de opvoeding is helaas mislukt, want ze zit bij D66, dan zijn daar de tarieven goedkoper. En de vraag is, zou dat nog een mechanisme kunnen zijn om meer nieuwe leden te trekken? Door het lidmaatschap de kosten daarvan wat omlaag te halen? Ja, dat is een hele goede vraag. We hinken op 2 benen. De prijselasticiteit is nog niet aangetoond. Want we hebben €25 kun je lid worden van onze club. Die verlengen we ook. Dus die is nog niet aangetoond. Maar we zijn aan de voorste kant. Dat heb ik ook gezien. Als je ons vergelijkt met andere partijen, is er niemand verder boven de €100. En tegelijk, terwijl wij voor actieve leden weer heel goedkoop zijn, omdat wij verder geen afdracht hebben. Dus het is inderdaad ook dat verschil zit er aan de andere kant weer in. Maar er is natuurlijk vorig jaar gewoon een motie aangenomen op het festival tijdens de AOV. Die zei van hoofdstuur doe er is wat mee. Toen hadden de penningmeester Tom van Nimwegen en ik keken elkaar aan van ja, hoe dan? Heel eerlijk, in onze vereniging bij het vaststellen van de nieuwe partijstructuur is er natuurlijk wel scheefgroei ontstaan. Of dat nou een omissie is of niet, dat doet er eigenlijk niet toe. Er zit €3 à 4 miljoen aan liquide middelen in de vereniging. En het hoofdbestuur krijgt eigenlijk de begroting niet rond, terwijl we er 8 FTE hebben uitgesneden. De afgelopen 2 jaar hebben wij nu nog bijvoorbeeld op de HA en op verenigingszaken 1 FTE. Dus de volgende stap is, dan stoppen we met de HA. Daar, op dat niveau zitten we al. En we wel de campagnes moeten betalen die miljoenen kosten. Dus daar lopen wij tegenaan. Als ik dan in de begroting ook nog eens
in één keer 25.000 leden naar een goedkoper tarief moet zetten, ja, dan zullen we eerst jaren voor moeten sparen om dat structureel op te kunnen vangen. Ja. En daar heb ik gewoon geen bestemmingsreserve voor. Nee. Dat vind ik een te groot financieel risico om dat te doen. Nu heb ik, daar hebben we een tussenvariant bedacht. Die hebben we net vastgesteld. En we gaan nu een proefperiode doen, waarbij we zeggen voor nieuwe leden geldt een keuzetarief. Kun je kiezen tussen 25, 50, 75, zo uit mijn hoofd. Maar dat keuzetarief kunnen nieuwe leden voor kiezen. Dan gaan we kijken wat dat doet en ook waar ze dan voor kiezen. Gaan ze massaal voor €25 of zijn er toch ook heel veel leden die gewoon kiezen voor die €120? En dan gaan we de stap zetten naar definitief inregelen ook voor bestaande leden. Maar financieel wil ik het risico ook gewoon echt niet nemen. En dat snapt ook iedereen. Ja. Ten aanzien van de afdracht die wij niet hebben, daar zijn we nu inderdaad aan het kijken of we die verplicht kunnen gaan stellen naar een afdrachtensysteem. Maar dan doen we het natuurlijk nooit zomaar tussendoor, want dan vind ik verander je spelregels tijdens de wedstrijd. Maar bijvoorbeeld voor de komende Tweede Kamerverkiezingen, op het moment dat kandidaten hun plek op de lijst aanvaarden, dan teken je voor het verkiezingsprogramma. Je tekent ook dat je je zetel zult behouden, of zult achterlaten bij de partij als je de partij verlaat, voor wat het waard is. En je tekent voor een afdracht jaarlijks, om dat nu ook structureel in te leggen. Dus zo zijn we aan het schuiven en aan het spelen. Maar de wens delen we, breed in de partij, van hoofdbestuur tot iedereen. Maar financieel is het een groot risico en iedereen begrijpt dat ook, als je die in de begroting gewoon niet kunt vangen. Ja, Christiane, dankjewel. Geld is natuurlijk altijd een heel belangrijk onderwerp en dat leeft ook. Dat merk ik aan de vragen die nu gesteld worden. Is nog een vraag die gaat over de termijn en het kaderstellend document. Ik ga hem toch even naar voren brengen, omdat daar volgens mij wel belangrijks over gezegd kan worden. Erik, aan jou het woord. Ja, dankjewel. Christiane, ik heb wel een vraag, want we stappen er eigenlijk heel makkelijk over, die 8 jaar. Ik kan me heel goed voorstellen dat je dat op bepaalde lagen ook wil framen, zeg maar, of kaderen, met betrekking tot de Tweede Kamer, wellicht ook provinciaal. Maar als ik denk aan politiek, dan zoek ik ook volksvertegenwoordigers. En wat mij heel erg aan het hart gaat, is dat wij kunnen en durven zeggen, is als iemand na 8 jaar niet aan de kant gaat, daarmee zit je talent in de weg. Wat mij betreft is die winnende lijst ook een ideale mix zoeken tussen nieuw talent en ook heel veel mensen met ervaring. En ook mensen die het volk willen vertegenwoordigen. En dat begint echt lokaal, en daar geef je ook een compliment aan lokaal. Maar ik kan me dus heel goed voorstellen dat je dus die eis of die kaders wil meegeven aan de Tweede Kamer. Dat je daar zegt, oké, die termijn houden we en als we je nodig hebben, dan vragen we je. Hoe is dat in de partijen besproken, of heb ik dat gemist? Nee, het is het kaderstellend advies zoals dat door het hoofdbestuur is vastgesteld. Uiteindelijk gaat dit in AOV 1 in juni vastgesteld worden door jullie eigen leden per lokaal netwerk. Dus jullie gaan daar zelf over. Mijn advies is om het op te nemen. Het biedt je alle ruimte om iedereen die er 20 jaar in zit gewoon weer te vragen zich kandidaat te stellen. Die ruimte zit er namelijk gewoon in, want het is geen verbod. Het zegt, na 8 jaar word je gevraagd door de partij. Tot 8 jaar kun je jezelf kandidaat stellen. Dat is wat het zegt. En het biedt dus het bestuur van de lokale netwerken alle ruimte om iedereen die er al 12 jaar in zit, gewoon nogmaals te vragen zich kandidaat te stellen. Want anders zetten we onszelf op slot. Waar het om gaat, is dat er in het verleden te veel voorbeelden zijn van mensen die een hele lijst vasthouden, jaar in jaar uit, periode in periode uit, waarbij een bestuur van lokaal netwerk niet bij machten is, niet in de mogelijkheid verkeert om dat een halt toe te roepen. En uiteindelijk, als je daar niet ook nieuw talent tussen zet en die ruimte niet creëert, ja, dan blijft er weinig over. We hebben echt voorbeelden van lokale netwerken, van gemeenten moet ik zeggen, gemeenten, waar we niet eens meer meedoen, hè? Omdat daar gewoon te lang dezelfde mensen zijn blijven zitten. Iedereen die wilde instromen kreeg die kans niet. En had ook niet het perspectief van ik ga hier ooit doorstromen. Maar de leden bleven stemmen voor die mensen. Ja, dan heb je wel een probleem. En dat kun je hiermee doorbreken. Het is meer een handreiking aan de lokale netwerken en aan de besturen
om dit toe te passen. Maar nogmaals, er staat niet, het is verboden om je na 8 jaar nog een rondje mee te doen. Absoluut niet. Sterker nog, de hele goede mensen kunnen wat mij betreft al 4 periodes mee. Daar gaat het echt niet om. Dat zien we ook in de Tweede Kamer zometeen. Waar Tweede Kamerleden gewoon echt gevraagd worden voor een derde rondje of een vierde rondje. En zich weer kandidaten stellen, omdat we de mensen gewoon nodig hebben. Maar we draaien hem wel om na 8 jaar. En ik denk dat dat heel verstandig is. En als daar goede volksvertegenwoordigers tussen zitten, die nog een keer rondje, nou dan kan dat. Maar dan beslist het lokaal netwerk om diegene nog een keer te vragen. Ja, dankjewel. We gaan even. Ik heb nog 1 vraag die net binnenkomt van Stefan. Die denk ik ook belangrijk is om even te behandelen. Dan gaan we daarna wel door naar het volgende onderwerp. Dus dat is de laatste vraag. Stefan, ik ga jou even geluid geven. En beeld. Moet je zelf even accepteren om te unmuten. Ja. Ja. Sorry, ik denk dat je de andere Stefan te pakken hebt. Want ik ben Stefan van Zomeren. Je moet denk ik Stefan van Zomeren. Oh, Stefan van Zomeren, ja. Nou, ik ook leuk, Stefan, om je te zien. Dan gaan we even zoeken. Even kijken. Dat is verwarrend. Doet hij het nu? Stefan, waar ben je? Ik zoek je in beeld. Stefan van Zomeren kom ik altijd als gedeputeerde tegen. Ah. Als je je beeld aanzet, dan maak ik je ook groot. Ja, zo moet hij het doen, denk ik. Wat ik wou vragen, is het ook mogelijk om mensen lokaal lid te maken? Dus dat ze eigenlijk lid zijn van een lokale partij en dat je daar ook mogelijk een aangepast tarief aan zou kunnen hangen. Maar dat ze dan bijvoorbeeld wel moeten ervoor kiezen bepaalde dingen die een vol lidmaatschap, die bij een vol lidmaatschap horen, dat die er dan niet meer bij horen. Ja, nee, dat is niet mogelijk, want we zijn 1 entiteit. En je wordt lid van een vereniging en we zijn met elkaar 1 vereniging. Nee, die wens die snap ik. Maar dan moet je een eigen vereniging oprichten. Die kan wel geen VVD heten, want die bestaat al. Het is allemaal heel ingewikkeld. Je ziet wel een soort tussenvorm, hè, dat veel lokale netwerken met vrienden van werken. Of ambassadeurs, of noem maar op. En dat is natuurlijk hartstikke leuk voor betrokkenheid. Met name voor die doelgroep die geen lid wil worden. Maar wel die betrokkenheid wil tonen. Maar ze tellen niet mee als lid. Daarvoor is echt een subsidiegrondslag vanuit BZK, waarop getoetst wordt van, hey, telt deze als lid? En als dat alleen lokaal een afdracht is, dan mogen wij die niet meerekenen als lid. Ja, dankjewel. Dankjewel Stefan, heldere vraag en ook een helder antwoord volgens mij. Wat je ook nog vaak lokaal ziet, is natuurlijk de Club van 100. Dat je niet gelieerd bent aan de VVD, maar wel je bijdrage levert aan de lokale partij. Dus wellicht is dat ook iets om naar te kijken. Dan gaan we door naar het volgende onderwerp. Dat is een lokale en bruisende vereniging. En dan gaan we even luisteren naar René de Heer. Een goede vereniging kan niet zonder leden. En dat geldt ook voor de VVD. Leden zijn eigenlijk de zuurstof van onze vereniging. Ze vullen kaderfuncties. Het zijn vrijwilligers. Het zijn gewoon onze steunpilaren van de vereniging. En de laatste tijd gaat het goed met de VVD. Steeds meer mensen sluiten zich aan bij onze partij. Omdat ze zich kunnen vinden in de aanpak van de coronacrisis. Omdat ze zich kunnen vinden in uitspraken over het herstel van de economie. Maar we kunnen het niet zonder de lokale netwerken. U kunt ook niet zonder leden. Waar haalt u anders de vrijwilligers vandaan? Het nieuwe bestuurslid of misschien wel het potentiële raadslid of de wethouder? Ledenwerving en ledenbehoud is ongelooflijk belangrijk. En zeker nu. En met onze aanpak, lokaal centraal, zou je eigenlijk ook nieuwe leden moeten kunnen werven. Want lokaal betekent nabij, dichtbij en aanraakbaar. En hoe moeilijk dat misschien ook is in de coronatijd, toch kan het. Zorg ervoor dat nieuwe leden snel bij je partij komen. Laat bij elke uiting die je ziet op Instagram of Facebook of Twitter ook meelopen dat je lid kunt worden van onze partij. Zorg ervoor dat nieuwe leden gelijk worden opgevangen. Door een kopje koffie. Dat kan ook gewoon digitaal. Of een wandeling in het park. En zorg ervoor dat sommige mensen misschien gelijk een taak krijgen. Heel veel mensen willen gelijk actief worden voor de VVD. En willen iets doen. Geef ze een kleine taak. Zorg ervoor dat ze betrokken zijn. Want betrokken en mee kunnen praten. Dat is wat leden heel graag willen. En zet daar je lokale vertegenwoordigers van in. Zij staan vaak in de krant. Zij zorgen voor de publiciteit. Dus de wethouder, de fractievoorzitter of de raadsleden
zijn heel goed in staat om leden te werven. Zij kunnen steun vragen aan mensen die steun willen geven. Steun aan de VVD. We hebben nog veel meer tips en binnenkort komen die naar alle netwerken, want we hebben inmiddels met 100 netwerken gesproken over wat de waarde is van ledenwerving en hoe we dat kunnen gaan inzetten. En dat leidt tot een paar praktische tips die elk netwerk kan inzetten. Ik vertelde er al een paar, u heeft er misschien zelf ook al een paar. Maar met deze tips kunnen we de VVD weer de grootste ledenvereniging maken van Nederland. Ja, sterker een verhaal van René. Ik zei het net al, de Facebookgroep die ik net al aanhaalde over Lokaal Centraal, daar worden dit soort dingen dus ook in gedeeld. Dus word daar vooral lid van. Christiane, wat doen wij nog meer op het gebied om lokale netwerken te ondersteunen? Ja, nou, ik zou eigenlijk wel een stapje terug willen. Kijk, René is ons hoofdbestuurslid ledenwerving. En die hadden we niet, hè. Toen ik in het hoofdbestuur kwam, was dat gewoon helemaal niet eens een portefeuille. En dat is ook wel logisch, want toen wij met elkaar hebben ingestemd voor de nieuwe partijstructuur in 2015, was het credo natuurlijk, we worden een open netwerkpartij waar iedereen welkom is. Je hoeft geen lid te zijn, daar gaat het niet meer om. Ik sta daar nog steeds achter. Want wij wilden ook van een hele gesloten bolwerk echt die open netwerkpartijen zijn. Waar iedereen gewoon zich welkom voelt. En je ziet ook bijvoorbeeld bij onze thematische netwerken. Want we hebben echt thematische netwerken van 1000 leden. Waarvan er 300-400 mensen lid zijn die niet lid zijn van de VVD. En daarmee breek je het wel open. En uiteindelijk worden die mensen hopelijk wel een keer lid. Het is natuurlijk wel de cultuur die we met elkaar wilden bereiken. En die we denk ik ook vasthouden. Maar stiekem waren we natuurlijk wel een beetje vergeten om ook dan nog in te zetten op ledenwerving. Nou, kijk naar het nieuwe hoofdbestuur wat daarna meteen is ingericht. Er zat niet eens meer een portefeuille ledenwerving in. En dat hebben we echt wel verloren. En terwijl wij al 20 jaar structureel met 7% per jaar in ledenaantallen afnemen. Dat is natuurlijk fors. En uiteindelijk hou je echt weinig over. We hadden het net over talentmanagement. En ook in kleine dorpen. Van waar vind je mensen? Je hebt natuurlijk wel voldoende leden nodig. Om een kader te kunnen vullen. Om het zo te zeggen. En daarom hebben we echt op al die sporen ingezet. En hebben we gezegd. Van, nou, het begint met een warm welkom. Nou, ik hoorde hier de voorzitter ook wel zeggen. Ik bel iedereen op. Nieuwe leden. Nou, dat is echt fantastisch. We doen dat landelijk met bakkie doen. Dus nieuwe leden worden uitgenodigd, digitaal, nu 1 keer per maand doen we dat, om een bakkie te komen doen op het Binnenhof, waarin we vertellen over wat er allemaal mogelijk is in de partij, welke kansen de partijen kan bieden, maar ook meteen die blauwe loper, zoals we dat noemen, uit te leggen. We hebben gezegd van ja, als je weer qua ledenaantallen wil groeien, moet je ook de backstop dichtzetten, want die afname van 7% is natuurlijk een netto-netto saldo. We hebben ook ieder jaar heel veel nieuwe leden. Alleen het aantal nieuwe leden is altijd net wat minder dan het aantal vertrekkende leden. Dus daar zetten we ook op in. En dat doen we echt door veel meer ledenwaardering. Veel meer aandacht voor de leden. En daarbij kijken we bijvoorbeeld als leden opzeggen, dat we ze nabellen. Maar goed, het hele team op het partijbureau er dan bij. En die bellen echt die leden op. Maar ook leden die kritische vragen hebben te laten bellen door bijvoorbeeld kamerleden. Dus dat is die ledenwaardering, om ze zoveel mogelijk te behouden. En daarnaast zetten we gewoon veel meer in het ledenmagazine wat er aankomt. De lokale netwerken helpen met ledenwerfacties. Maar ook alles aan te doen om de ledenwaardering en behoud op in te zetten. Frank, je had het al over de Facebookgroep Lokaal Centraal. Nou, die is geloof ik een paar weken geleden opgericht. Daar zitten al meer dan 500 leden in, waar allemaal goede voorbeelden worden gedeeld. Er komt een nieuwsbrief aan, waar René het al over had, met allemaal goede voorbeelden voor ledenwerving. En daar hebben we jullie echt bij nodig. Dat moeten we echt met de hele partij doen. Landelijk zetten we echt in op ledenwerfacties. Ik wil eigenlijk nooit de slingers ophangen al een dag voor mijn verjaardag. Dat vind ik altijd het voelt nooit zo goed. En dat ga ik nu ook niet doen, maar we stijgen fors in leden. Alleen dat willen we nog niet communiceren. Ik heb altijd zoiets, eerst maar eens definitief. Maar in januari, als Binnenlandse Zaken de ledenaantallen per partij gaat communiceren, hoop ik echt dat we inderdaad zijn uitgekomen bij ons doel. En dat is dan, hebben we voor het eerst
sinds 20 jaar weer in ledenstijging pakken. Dat hebben wij dan wel met elkaar gedaan. En dan moeten we ook door. Dan denk ik, gut, we kunnen het. Dat hebben we nu laten zien. Dan moeten we ook doorstijgen naar nog veel meer. Maar dat kan alleen als we dat samen doen. En daarop aanhakend, Christianne. Als je lid wordt van de partij en je komt vervolgens in een lokaal netwerk terecht waar niks georganiseerd wordt, dan is dat natuurlijk ook niet leuk. Dus we gaan nu even luisteren naar wat voorbeelden, waaronder ook Nijmegen. Maar we gaan beginnen met Holger Rodoux uit Gennep. Ik ga je even leuk, Holger. Ja. Geven. Gennep is volgens mij Limburg, maar goed. Gennep is inderdaad Limburg, ja. Leuk dat ik als lid van de regio Zuid ook bij deze bijeenkomst mag aansluiten. En ik wil toch allereerst de complimenten maken ook aan het hoofdbestuur en aan het partijbureau voor deze aanpak. Want ik zie echt dat we inderdaad, en dat hebben we ook al gehoord denk ik op veel punten, dat er wat dingen zijn blijven liggen de afgelopen jaren. Maar dat we nu met het hoofdbestuur en het partijbureau wel goede stappen zetten. Waar wij ook als kleine netwerken en kleine fracties heel veel baat bij hebben. Voor degene die mij niet kent trouwens, ik ben de fractievoorzitter in Gennep. We hebben in Gennep 40 leden, waarvan 15 op dit moment ongeveer actief. En wat wij als basis toch wel hanteren is dat ik kan wel beginnen met nieuwe leden werven, maar ik moet toch eerst even kijken dat ik echt een tevreden eigen club heb. En als die mensen tevreden zijn, dan gaan ze ook wel weer nieuwe leden werven. En ik weet dus heel goed waarom de 15 leden die ik actief heb actief zijn en waarom de anderen niet actief zijn. Dat is echt gecommuniceerd, gesprekken meegevoerd, een luisterend oor. En bij de 15 actieve leden ook heel bewust gaan begeleiden. Nieuwe leden een kans geven om gewoon bij de club te komen, gewoon bij achterban, fractievergaderingen aan te schuiven en zijn dingen laten doen. Er werd net terecht al gezegd door iemand, geef nieuwe mensen ook gewoon een taak. Geef ze een functie, laat ze iets doen, laat ze ook fouten maken. Dat is heel belangrijk. Ik zeg altijd, ik kan het altijd weer rechtbreien als fractievoorzitter. Ook al is het ergens in de pers fout gegaan. Allemaal prima. Het komt altijd wel weer goed. En ik denk dat we wat dat betreft ook als actieve fractievoorzitters, wethouders, raadsleden op punten dingen moeten loslaten. Ik heb wel altijd de neiging om alles zelf te willen doen, maar is juist niet goed. Je moet juist kijken dat je een actieve club opbouwt. En ook zover krijgt dat ze dingen willen gaan doen. Wat we wel gezien hebben daarbij is dat je moet kijken. Je kunt wel activiteiten organiseren. We hebben de afgelopen 2 jaar wel regelmatige politiek en pils georganiseerd. Met een landelijke spreker erbij ook. Maar op een gegeven moment merk je zit altijd wel weer met hetzelfde clubje. En het groeide niet. Wat bleek, we hebben toen de leden gevraagd en de mensen die kwamen. Van waar hebben jullie eigenlijk behoefte aan? En die gaan we heel gewoon aan. Wij willen gewoon gezellig op een vrijdagmiddag een borrel doen met z'n allen. Nou ja, wij hebben het politiek in Pils gewoon omgevormd. Ik wil altijd wel een landelijke spreker uitnodigen. Maar uiteindelijk heb je het beste baat bij een actieve en gezellige club. Dus wat deden wij voor corona? We gingen gewoon 1 keer in de maand een stamtisch organiseren. Gezellig borrelen met elkaar en kijken wat er voor actuele onderwerpen, landelijke, lokale, provinciale politiek werd besproken. Daar kon een bekende VVD'er bij aansluiten. We hebben ook andere mensen uitgenodigd, maar ook geen spreker. Gewoon gezellig mee borrelen, informeel praten. Ik denk dat dat heel goed gelukt is en dat wij daardoor ook geïnteresseerde mensen binnen hebben gehaald en ook in leden gesteken zijn de afgelopen 1,5 jaar. En ik denk dat we daar ook die koers moeten voortzetten. Ja, Holger, dankjewel. Jij gaf net ook aan, hè, zeker in coronatijd is het vrij lastig om fysieke borrels natuurlijk te organiseren. Helaas, je kan natuurlijk wel een digitale borrel organiseren. Maar wat we ook veel horen uit lokale netwerken is dat ze eigenlijk het ledenbestand wat op dit moment is, gewoon zijn af gaan bellen. Hè. Gewoon eens vragen, joh, waarom ben je lid? Wat doe je al zo? Zou je het leuk vinden om een keer wat actief te worden na corona? Noem het allemaal maar op. Maar gewoon eens een keer bellen. We hebben ook met een test vanuit het partijbureau afzwaaiende leden gebeld. En dat is alweer een poosje geleden hoor. Want die zeiden ook, nou god, wat leuk dat een keer gebeld wordt. Ik blijf. Hè? Dus dat kan heel veel goeds doen. En luisteren zoals, door. Ja, ja in een, als je 40 leden hebt en je hebt een bestuur of een met de fractievoorzitter erbij, dat je iedereen 5 à 10 man belt, moet goed te doen zijn. Maar dat zijn wel voorbeelden die we meekrijgen die heel goed werken. Dus Holger, ik dank jou voor je tijd. Dan gaan we door naar Nick uit Wijchen.
Ik even Nick erbij zoeken, momentje. Nick, goedenavond. Als het goed hey is... Nick, leuk. En vicevoorzitter van de regio. Ja. Ik zit even, heeft hij geluid? Ik hoor Nick niet. Ik weet niet of anderen Nick wel horen. Frank? Nee, ik zit... Ik... Nou jongens. Goedenavond. Hoe kan ik je van... Nou, ik krijg het niet voor elkaar. Als het goed is, moet hij geluid hebben. Mijn excuses. Nee, kan je ons horen? Maar hoort Nick ons wel? Ik moet zeggen, Maarten heeft een erg grappig grapje. Ik hoor niks. Ik kan je alleen maar muten. Unmute. Je hebt geluid. Als het goed is. Maar niet. Nou Frank, anders gaan we even door naar de volgende. En dan gaat Nick even eruit en er weer in. Misschien is dat, ja, soms werkt dat. Nee, ja. Nick. Maarten die de grap maakte, dan is dat maar meteen de volgende. Dat meen je. Oh, wat grappig. Ja. Maarten, kom er maar in. En doet mijn geluid het wel dan? Ja, die doet het wel. Ah, kijk, ik denk dat het met de microfoon is. Bedankt voor de grap. En jij komt uit Nijmegen, brand los. Ja, sorry, ik kon het niet laten om hem te maken. En tot 1 minuut geleden was hier nog een hond de tent aan het afbreken. Dus ik ben blij dat hij nou ook stil is. Ik had eigenlijk in het voortraject als doener... heb ik met verschillende netwerken hier in de regio gesproken. En daar zijn best wel leuke activiteiten uitgekomen. En toen realiseerde ik me, Frank, toen jij dit vroeg, van... ik heb eigenlijk in ons eigen netwerk helemaal niet zo heel veel... hoeven doen om de partij aan het doen te krijgen, want er gebeurt echt hartstikke veel. En ik ben zo vrij geweest om even wat dingetjes uit ons netwerk op een rij te zetten, want de verschillende gemeenten in lokale netwerk doen als individuele gemeente heel veel, ook in coronatijd. Zo geeft Heumen een digitaal café volgende week of de week erop, met Heike Veldman. Maar is bijvoorbeeld ook Mook en Middelaar gewoon echt iedere dag stevast aanwezig op Facebook om hun inwoners en hun leden bij het reilen en zeilen in de politiek te betrekken. Denk bijvoorbeeld aan de regionale energiestrategie, waar dan actief wordt opgeroepen om deel te nemen. Maar ook voor corona gebeurde er heel veel. In Westmaas en Waal was bijvoorbeeld een politiek café met Erik Ziens over waterveiligheid. Maar ja, als je tussen de Maas en de Waal zit, dan is dat toch wel een thema wat de bewoners bezighoudt. Om dan maar alvast voor de beurt te spreken voor Nick. In Wijchen werden fietslampjes uitgedeeld. Maar Wijchen organiseerde bijvoorbeeld ook voor de hele regio, voor ons hele netwerk, een summerclass. Dus het is niet zo dat het alleen maar binnen de eigen gemeente is. Maar al sinds jaar en dag, in ieder geval 3 jaar, misschien overdreven om te zeggen sinds jaar en dag, maar al 3 jaar lang organiseren we gezamenlijk een hele leuke nieuwjaarsborrel met het lokale netwerk. Eén keer in samenwerking met Liberaal Groen. Maar 2 jaar geleden was Christiane, was je er zelf bij. En afgelopen jaar was het thema cultuur. En daar was Soher was daarbij. Dus er gebeurt het een en het ander in onze bruisende vereniging. En eigenlijk zonder dat echt aangejaagd hoeft te worden. Maar wij proberen ook nog tijdens coronatijd wat te doen. Maar dat wil niet altijd helemaal lukken. Want de maatregelen willen nog wel eens veranderen. In Nijmegen zouden we bijvoorbeeld eigenlijk afgelopen week een boswandeling hebben gemaakt samen met Staatsbosbeheer. Dat was echt een activiteit voor leden om eens te kijken over wat kunnen we eigenlijk nou met het natuurbeleid. En daar zou professor Wissenburg dan ook nog zijn licht over laten schijnen vanuit de wetenschappelijke hoek. Maar ja, dat mocht helaas niet doorgaan, want we mochten niet meer met zoveel man ook niet buiten zijn. Maar we hebben bijvoorbeeld ook, en dat hebben we eigenlijk gekopieerd uit het netwerk van Bommelerwaard, ieder jaar een fondsenwerfdiner. Afgelopen jaar was Sander Dekker erbij. En dit jaar kon dat dan weer niet doorgaan vanwege de coronamaatregelen. Dus zoals je hoort, er is best wel wat bruisends gaande. En eigenlijk allemaal door actieve leden, fractieleden, vrijwilligers opgezet. En mag ik een vraag stellen? Want zijn jullie nou ook echt bezig om dit... Want mijn grote angst, ik neem aan dat jullie die delen, is natuurlijk hoe houden we al die leden bij ons betrokken nu je al die gave dingen niet kunt organiseren? Nou, wat wij,
sowieso hebben als heel goed middel. Dat is echt leuk om in mee te lezen, is een WhatsApp-groep met alle leden in Nijmegen. Ik weet niet of dat ook in andere gemeenten een dingetje is wat speelt. Maar bijvoorbeeld afgelopen week of die week daarvoor gaf iemand een pianoconcert. Het zal de week daarvoor zijn geweest, want toen mochten de kroegen nog open. Gaf iemand een pianoconcert. En dat wordt dan in onze fractie of in onze leden-app zeg maar gedeeld. En ja, goed, dit was een beetje kort dag, dus er was niemand die op dat moment kon gaan. Maar er kwam wel uit voort dat er nou een vervolg op komt waarin dat weer georganiseerd wordt. Dus we hebben een groep, een WhatsApp-groep, waarin alle leden zitten. En zo hou je elkaar wel betrokken. Ja, mooi. Ja, ik hoor ook veel voorbeelden van digitale vrijdagmiddagborrels en dat soort grappen. Ja, het is gewoon wel heel belangrijk om die leden, om gewoon leden betrokken te houden, hè? Echt een zorg. Ja. Tegelijk horen wij ook wel heel graag voorbeelden hoe dat dan weer in andere gemeenten en in andere netwerken gaat. Want je merkt zeker in de coronatijd, dat is gewoon echt een uitdaging. En ja, de inspiratie is ook af en toe wel lastig als je de hele tijd naar je eigen vier muren zit te kijken. Ja. Misschien ook een goede om dat op die Facebook van Lokaal Centraal te delen, hoe andere netwerken dat doen. Want ik denk dat we daar veel van kunnen leren van elkaar. Ja, super. Ja, klinkt goed. Mooi. Ja. Fijn om te horen dat jullie dat zo doen. Een leden-app is inderdaad een van de dingen die we vaak noemen in Lokaal Centraal. Nogmaals, wij zijn niet degene die dat delen, maar ook de lokale netwerken mogen alles delen. Dus deel vooral, als je erin zit, jouw voorbeelden over je leden-app in die groep. As we speak, tijdens dat dit moment deze roadshow gaande is, is de Haarlemmermeer ook met een online sessie bezig. Dat heet VVD op 1. Dus er gebeuren best wel wat dingen. Rotterdam heeft VVD Talks. Dat zijn allemaal voorbeelden die we delen in Lokaal Centraal Groep. En zeker interessant zijn om eens naar te kijken. En heb je nou een idee en denk je nou, ik weet niet of dat lukt. Daar zijn wij ook voor. Hè? De Lokaal Centraal Boys, Koen en Frank, kunnen je dan ook met je idee verder helpen. Dus mocht je een idee hebben, mail naar lokaalcentraal@vvd.nl of gooi het in de groep. Voeg ons toe op Facebook. Vraag het. We staan altijd voor jullie klaar. Dankjewel Maarten. Dan gaan we het nog een keer met Nick proberen. Sorry. Want je kan natuurlijk ook gewoon via iemand in de fractie of in het bestuur, iemand die je kent, is dat lijntje ook heel snel gelegd. Als je even dat e-mailadres vergeten bent, want zodra je iemand even op de schouder tikt, al dan niet digitaal, komt er echt altijd al gelijk heel veel goede energie op gaan. Zeker. Nou, mooie toevoeging nog. Dankjewel. Dan gaan we het bij Nick proberen. Nick, ik ga jou geluid geven. Doe je het? Ja, goedenavond. Ja, goedenavond, super. Ja, goed. We horen bijna weer niks, inderdaad. Ja, goedenavond. Leuk jullie allemaal weer te zien, hoor, Christiane. Goedenavond, goed jullie te zien. Wat doen wij verleden? Maarten lichtte net al een tipje van de slider op, natuurlijk. Maar het leuke is, ik ben overigens wethouder in de gemeente Wijchen. En we zijn nu met een buurgemeente hier bezig om te gaan fuseren. En onze verkiezingen vinden plaats in november 2022, als het allemaal doorgaat. En het voordeel daarvan is dat wij dat per volgend jaar gaan we gewoon een heel rode, blauwe loper beleid uitnodigen. Ook bij die leden in die andere gemeenten. Het zijn er maar weinig. Dus met krantenartikelen, met online activiteiten, wat ontzettend goed werkt. Ik hoor hier ook een aantal hele mooie ideeën, bijvoorbeeld VVD op 1. Dus dat qua promotie, maar ook de leden die je al hebt op een goede manier bedienen. De kerstkaart sturen, gewoon even bellen in het nieuwe jaar, van hoe gaat het ermee? Zou je iets willen doen voor de VVD? En zo proberen op allerlei manieren mensen te betrekken en ook lid te maken natuurlijk. En wat het leuke is, als wethouder kom je ook op heel veel leuke plekken met heel veel mooie bedrijven. Ook heel veel lokaal MKB. En als je daar de tweede keer komt, of misschien soms zelfs de derde keer, dat mensen heel snel geneigd zijn om bij jouw club te gaan willen horen. Omdat ze het leuk vinden dat je langskomt, dat je politiek actief bent. En mensen zijn ook snel geneigd om zich bij je aan te sluiten. Dus ontzettend leuk. Ook leuk om met je fractie, als het weer mag, werkbezoeken af te gaan leggen bij lokale familiebedrijven. Dat is zeker een tip om je achterhoofd te houden. Ja, Nick,
dankjewel. Ja, dat vind ik wel hele mooie wat Nick zegt. Want als het je lukt, en er zijn natuurlijk veel manieren voor, dat mensen denken, hé, bij die club wil ik horen. En ze krijgen vervolgens dat gevoel ook. Dat is wel de manier. En dat proberen we vanuit die landelijke campagnes ook natuurlijk heel erg te ondersteunen. Is dat clubgevoel. En ga mee in die beweging. En het is best wel lastig om in te schatten van, hé, waar trigger je die mensen nou mee? Nou, dat doet het bureau dat voor ons nog steeds beter. Mm-hmm. Laten de resultaten zien. Maar dit is wel ook lokaal, denk ik, de manier. Ja, mooi, ja. Ja, en buiten dat natuurlijk, waarom worden mensen lid? Het gaat dus inderdaad, je hoorde net al terug, politiek en gezelligheid. Dus ja, organiseer het gewoon. Ja, ja. Ja, daar sluit ik me ook echt bij aan. En dat hoor je ook, hè. Bij de voorbeelden die ik tot nu toe hoor, is allemaal buiten. Is niet in de fractiekamer. Is allemaal buiten. Naar de mensen toe. Dat zeg ik ook wel eens. Dat politieke handwerk in die gemeenteraden is natuurlijk superbelangrijk. Maar soms zou je ook de keuze kunnen maken om iets minder lang te vergaderen over amendement X of motie Y of noem maar op. En gewoon buiten zijn tussen de kiezers. Want die kiezers denken vaak, ja, die, who cares? En dat is wel een vraag die ik mezelf heel vaak stel. Ja, who cares? Zonder dat ik nou zeg, doe alleen dat wat de kiezers willen. Want nogmaals, dan zouden we echt wel heel spetterig zijn. We zijn er ook voor de goede inhoud. Maar een beetje balans tussen enerzijds naar buiten, tussen de mensen en daar zichtbaar te zijn. Of alleen maar in de fractiekamer bezig zijn. En daartussen moet toch wel ergens de waarheid liggen. Ja. Zeker, nou dankjewel. Het is een heel belangrijk verhaal. Inderdaad, de verkiezingen worden niet in het gemeentehuis gewonnen, maar zeker daarbuiten. Maar natuurlijk ook de partij levendig houden. Zeker nog even aan Maarten. Er wordt via YouTube door Cas Gubbels gezegd dat hij en een vriend lid geworden zijn in Nijmegen. En ook graag in de WhatsApp-groep komen. Dus ik weet niet of jij dat even kan regelen. Cas Gubbels. Ja, dat kan, maar dan moet ik even de gegevens hebben. Dan moet je even... Anders even via Chantal. Ja, precies. Helemaal super. Dan gaan we door naar de volgende persoon. Die kon helaas vanavond niet live aanwezig zijn. Maar dat is Theo uit Helmond. Netwerk Peeland. Hoi Christiane, Helmond is calling. Een korte statusupdate van het netwerk Peeland. Wat is hier het laatste jaar allemaal gebeurd? Natuurlijk kregen we Klaas Dijkhoff op bezoek met zijn discussiestuk Liberalisme, dat is er voor de mensen. We hebben goede input geleverd en zijn benieuwd wat we daarvan terugvinden in het verkiezingsprogramma. Ook Mark Rutte was hier met een aantal andere prominente VVD'ers om te discussiëren over het stikstofbeleid. Een bijeenkomst waar meer dan 400 mensen op af zijn gekomen. Tijdens de coronacrisis hebben de verschillende afdelingen zich natuurlijk intensief ingezet voor de zwaar getroffen ondernemers. Plaatselijke belastingen werden opgeschort en er werd extra ruimte gecreëerd voor de terrassen. Wat betreft de communicatie naar de inwoners, die verloopt steeds beter. Zo heeft de VVD ervoor gezorgd dat er een aantal vaste columnisten in de wijkbladen en in de gratis huis-aan-huisbladen schrijven. Buiten onze website om publiceren we maandelijks opiniestukken op de weblog en de plaatselijke digitale kranten. En natuurlijk zijn er regelmatig live sessies via Facebook, Zoom en MS Teams. De laatste jaren is er hier goed op de centen gelet. Daarom hebben we nu ook ruimte om ons regionaal uit de crisis te investeren. Er wordt gewerkt met een vaccin voor de Helmondse economie. Met onze crisis- en herstelnota gaan we de komende 4 jaar 11 miljoen extra in de stad injecteren. Dat resulteerde afgelopen maand nog in een mooi artikel in het Binnenlands Bestuur, waarin het anticyclisch investeren van onze wethouder als een best practice werd neergezet. Al met al kunnen we stellen dat ook in het netwerk Peeland het liberalisme nog steeds werkt voor de mensen. Wij wensen jullie veel succes met de campagne. We komen elkaar gegarandeerd nog een keer tegen. En groetjes uit het netwerk Peeland. Houdoe! Ja, wat leuk, Theo. Ja. Theo is ook een van onze doeners.
Jeetje, ja, het is, wat ik heel mooi vind van Theo is die plaatjes die hij liet. Dus ik zie die filmpjes niet van tevoren hoor, dus dat weet ik ook allemaal niet. Maar hij, die plaatjes van de leden en het gesprek met de leden. Van bijvoorbeeld Klaassen rondom het discussiestuk, maar ook om de input op te halen voor het verkiezingsprogramma. Dat hebben we inderdaad gezegd, hè? Dat was ook in het filmpje aan het begin. Van, ik heb echt gevraagd aan de commissie. Commissie bestaat maar uit 3 mensen. Maar schrijf nou een programma samen met de leden. In plaats van zoals we het eerst deden, een verkiezingsprogramma-commissie met 16 mensen. Ik heb er zelf ook ooit in gezeten. Hartstikke leuk hoor, daar gaat het niet om. Maar je staat met je rug naar de leden toe. Ben je heel druk aan het werk met 16 mensen om een programma te schrijven. En daarna presenteer je het aan de leden. En dat wilde ik doorbreken. En gezegd, van, doe dat nou samen met de leden. En er zijn waanzinnig veel leden betrokken geweest. Wat we afgelopen maandag in het hoofdbestuur hebben vastgesteld. En wat we vrijdag zullen gaan presenteren. En ik hoop dan ook echt dat heel veel leden hun input herkennen. En sowieso, en dat kan ik alvast verklappen, is het echt een vervolg op de discussies van Paas. Het was ook de opdracht vanuit het hoofdbestuur. We moesten dat liberalisme echt weer een beetje opschudden en afstoffen. En de omslag, en ik geloof dat Theo dat in zijn laatste zin zei, dat werkt voor mensen. Dat zie je echt terug in het programma. En daar moet het ook over gaan. We hebben te lang gekeken naar, is de maatregel liberaal? En we zijn nu echt definitief, wat mij betreft, de omslag gemaakt. Nee, wat is nou het effect op een liberaal leven van mensen? En als je vanuit die bril gaat kijken, staan heel veel standpunten opeens in een heel ander daglicht. Maar het is wel heel mooi, vind ik, als we met elkaar die stappen kunnen zetten. Maar goed, uiteindelijk stellen jullie het programma vast. En hoef ik alleen maar dat proces te begeleiden. Maar leuk, mooi. Dankjewel, Christian. Ja, het verkiezingsprogramma komt natuurlijk volgens mij volgende week richting in concept richting de leden. Dus dat wordt allemaal spannend. Dan wil ik nog even het laatste woord geven, tenminste de laatste gast het woord geven. Mr. Ideeënmaker himself uit Apeldoorn, Ivo Jonker. Ja, dankjewel. Dankjewel, Frank. Bedankt voor de titel, denk ik. We hebben inderdaad in het verleden wel een aantal keer contact gehad over wat ideetjes. Dus onder andere het Prinsjesdag ontbijt, om dat als formatje aan te bieden. Dat was heel gaaf, denk ik. Ja, een beetje ideeën genoeg. En ik denk ook dat een beetje, als ik kijk naar hoe ik het zelf aanpak en hoe wij het aanpakken, wel een iets is waarvan ik denk dat goed is. Namelijk gewoon heel veel dingen proberen. En daarvan lukt heel veel goed. En ook niet alles lukt even goed. We hebben een keer geprobeerd om een buddy systeem op te zetten voor nieuwe leden, dat ze met een bestaand lid kunnen optrekken. Nou, er was niemand die daarop reageerde. Maar aan de andere kant zijn er wel dingen als een nieuwe ledenborrel in het buitengebied op 1,5 meter afstand afgelopen zomer. Wat wel gewoon heel leuk was bij een zorgboerderij. En naast het WhatsApp-groep verhaal wat eerder werd meegedeeld, wat denk ik ook heel leuk is, en wat handig is vooral, is het hebben van een officieel VVD-lokaal WhatsApp-account. Ik heb in ieder geval gemerkt dat bij het uitnodigen van mensen voor activiteiten, met name nieuwe leden, dat het erg positief overkomt wanneer je een WhatsAppje krijgt, omdat het toch op de een of andere manier persoonlijk is. Terwijl het voor mij in principe een copy-paste is en het opnieuw invullen van een naam bovenaan in het bericht. En toch krijg je daar heel veel respons op. Met name ten opzichte van de mail is het dus wat mij betreft een enorme aanvulling eigenlijk op ook interactie krijgen met die mensen. En horen waarom ze dan niet komen. Van vakantieplannen tot daar dan ook even op reageren met wat leuk dat je op vakantie gaat. Jammer, de volgende keer ben je er wel bij. Dat soort dingetjes. Dus dat is denk ik wel een hele leuke voor iedereen om te doen. Verder ideeën genoeg. Ik denk dat iedereen nu bezig is met de amendementen, ALV's. Of het aan via de regio gaat of via lokaal. Daar zijn we ook mee bezig. Ik weet niet. Volgens mij zijn er al heel veel dingen genoemd. Nieuwe ledengesprekken doen we al heel lang en werken heel goed. Van daaruit zijn we ook eigenlijk... het enthousiasme dat daarbij mensen was, bij nieuwe leden was, een klasje gestart in Apeldoorn. Waar mensen eigenlijk kunnen kennismaken met het werk van een raadslid, bestuurder, een cursus introductie liberalisme, gemeentefinanciën,
NLV, verenigingszaak in het algemeen, wat doet een regio, wat doet een lokaal netwerk, dat soort dingen. En in eerste instantie was dat nog fysiek. En we zitten nu dus halverwege geswitcht naar, digitale kanten van. Maar goed, het wordt allemaal positief ontvangen. En ik denk dat enthousiasme en van daaruit ook met enthousiaste mensen verder gaan. Dus in dat Apeldoorns klasje waren een aantal mensen die met een huifkar in 1,5 meter setting een wijntje wilden gaan drinken en het over politiek wilden hebben. Daar hoefden we vervolgens als bestuur niks voor te doen. Als je maar enthousiaste mensen bij elkaar brengt, dan is dat vaak eigenlijk al voldoende, denk ik. Super, Ivor. Ja, dankjewel voor je bijdrage. Voor de anderen, Ivor is de meest actieve volgens mij in de Lokaal Centraal Facebookgroep en de WhatsAppgroep. Dus mocht ik je wat voorbij zien komen, dan schiet hem altijd even aan. Ja, Frank, Ivor zegt natuurlijk wel iets heel cruciaals, hè? Namelijk, ik zat even mee te schrijven, van niet alles lukt. En dat vind ik wel de kracht, hè? Je moet echt glorieus ten onder durven te gaan. En dat maakt helemaal niet uit. Ik ga soms liever glansrijk ten onder, maar dat ook goed. Maar dan hebben we het in ieder geval wel geprobeerd. En dat zal ook met al die goede voorbeelden die we delen in de Facebookgroep, zullen ook niet in ieder netwerk even goed werken. Want ieder netwerk is gewoon anders. En de Achterhoek is anders dan Amsterdam of Groningen. Dus het is ook gewoon een kwestie van doen. En wat werkt, versterken. En wat niet werkt, nou, meteen mee stoppen. En dan weet je het maar. Maar daar vooral niet bang voor zijn. Het is learning by doing. Wat je zegt inderdaad over die digitale bijeenkomsten. Uiteindelijk gaan we hier natuurlijk ook gewoon de kansen grijpen, hè. Als ik kijk naar ons festival, 1500 mensen gemiddeld trokken we weer. Toen hebben we VVD Live gedaan, die we nu 21 november ook weer draaien. Hadden we de eerste dag al 50.000 views en uiteindelijk schoten we door de 200.000. Dat zet me wel aan denken, zoveel mensen gaan we nooit trekken naar ons festival. Dus ja, daar gaan we natuurlijk ook hybride. En veel meer doen als we ooit weer een festival kunnen organiseren met livestreams, met die hybride varianten, om zoveel mogelijk mensen te betrekken. En die kansen moeten we natuurlijk grijpen met elkaar na corona. Ja, Christiane, dit is al bijna het slotwoord. Die wil ik je nu ook gaan geven. We gaan zo meteen, we zijn een beetje uitgelopen, maar dat is alleen maar goed, want we hebben alle tijd van de wereld. Jij houdt je slotwoord en daarna sluiten we af met de Word Lid video en dan loopt de livestream nog even door, zodat mensen online nog kunnen blijven kijken. Maar dan is het voor ons afgelopen. Dus Christiane, aan jou het woord. Nou, ik heb niet een heel betoog. Ik wou eigenlijk alleen maar zeggen, mochten jullie nog vragen hebben of dingen naar aanleiding van vanavond, of in algemene zin, of goede ideeën, word lid van die Facebookgroep of meld je gewoon bij Koen en Frank, onze verenigingscoördinatoren, die er altijd zijn voor al jullie vragen. En die twee mannen wil ik ook bedanken voor alles wat jullie doen, ook om deze roadshow te organiseren. Maar natuurlijk ook de techniek, die eerst alleen maar, zouden we langs jullie in de zalen gaan. Daarna werd het een soort hybride variant in een studio met jullie op groot scherm erbij. En nu is het inmiddels gewoon een Zoom-sessie, maar wel met filmpjes. Wel met filmpjes. Hartstikke. En dan wil ik alleen maar afsluiten om jullie heel erg te bedanken en jullie te vragen om je te blijven in te zetten. En dat wij echt zonder jullie vrij weinig voor elkaar krijgen. Nogmaals, ik kan het niet vaak genoeg herhalen, maar ik geloof er echt in dat de kracht van onze partij lokaal is. Ik geloof heel erg in de energie van onderop. Als we daar de energie kunnen laten ontstaan, aangevuld met wat wij vanuit het hoofdbestuur doen, ja, dan kunnen we echt een beweging op gang brengen. En gaan wij zeker heel veel verkiezingen nog met elkaar winnen. Daar ben ik van overtuigd. Dus dank jullie wel. We houden contact. Tot ziens. Wij strijden iedere dag voor al die doeners. Al die hardwerkende Nederlanders. We maken verstandig beleid. Juist ook in crisistijd. Dat is niet beleid maken. Dat is in een grote sneeuwschuiver alle ellende voor je uitschuiven. Ik ben in. Heel welkom. Meer werk voor de mensen. Daar gaat het om. Wat wij willen is werk. Werk, werk. Dus is kas. Three issues. Jobs, jobs en jobs. Voor al die doeners houden wij de belastingen laag
En geven we bijvoorbeeld ondernemers de ruimte? We moeten meer mensen de kans geven om een baan te krijgen. Dat Nederland werkt, zou je kunnen zeggen, voor al die gewone mensen die een steentje bijdragen. Dat is voor mij wel een ondernemer die elke dag keihard werkt om een prachtig bedrijf op te richten en zoveel mogelijk mensen aan het werk te helpen. Dat is uiteindelijk waarom wij als partij er zijn. Zodat we, hoe diep het dal ook is, altijd weer samen sterker uit een crisis komen. Dus strijd met ons mee. Word lid.